man. Ja, dan gaat ze naaien komen. Ja. Een paar leuke dingetjes. Wat is je eerste vraag? Ga ik je vragen wanneer de camera aan is. Om even gewoon duidelijk te zijn. Dit zijn dus, zeg maar, exen van elkaar. Want er zijn natuurlijk mensen die... Hé, hey, jullie moeten mijn hele scene eruit halen. Ik ga weer weg. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Ik heb nog geen antwoord van je gehad. Ik moet het maken nu, want ik ben veel te groot. Dat raakt me nu, voor al ik neem mijn toga voor me. Eigen money aan mijn eigen toga voor me. Eigen money aan mijn eigen brood. Yo, vaka, vaka, vaka. Je merkt het, we zijn hier zo en ik ben met iemand. Hij heeft nog geen naam, Isa toch, maar jullie mogen hem sowieso een naam geven. En ik ben met Shaq. En Shaq gaat jullie vertellen wat er vandaag gaat gebeuren. Want trust me, het wordt lid, want we zijn hier zo, man. Isa toch. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het gewoon lid maken. En zoals Denzel heeft gezegd, we staan nu bij die boot van dresscode. Allemaal sappen dresscode de. Maar deze man heeft nog geen naam. Suriname, jij mag hem een naam geven. Kom je met de beste naam, kiezen we jouw naam uit, Luko Amikoti Schemba. Is dat toch? Ik zeg Alfa Spierboor Suman. Maar Noah Manika op mening. Is dat toch? Dus kom met de naam. En wat ik alvast wil zeggen, Dens, Sami Masoorde man, haal je Oru Yari pack. Laat mij zeggen, je moet je Oru Yari pack halen. Kijk, wij zijn hier zo, we hebben sowieso al iets. We hebben onze shirt, we hebben onze kans, ze hebben ook nog brillen, ze hebben iets voor dames, iets voor heren. Dus kom je dingen gewoon halen, man. Je staat toch bij dresscode moet je zijn voor je Oru Yari shirts en alles. Maar wij gaan nu in die Olo om te kijken what's up. Wij gaan genieten, hopelijk jullie ook. Dance baby in it. Check.sr, we lady. Je staat toch. Ik wil alvast een hele dikke shout-out doen naar deze dame. Reden waarom? Eigenlijk mogen we niet filmen op de beurs. Maar we zijn Pierboorsu, we zijn hier zo en we zijn lid. Dus het mag. Grapje, als ik even door de vingers kijken. Maar wat vond u van de beurs dit jaar? Over het algemeen vind ik het goed. Want vanwege onze economische situatie is de opkomst toch naar onze toch naar tevredenheid. Ja. Wat heeft u mogen leren uit dit jaar? Wijsheid. Ik heb veel meer leren. Oh ja, nou business-wise heb ik heel veel geleerd dit jaar. Voor de rest, dat is mijn leven. Miss Kitty, u staat op de... Ik weet niet hoeveelste, maar we staan op een van de beurzen van de KKF. Ja. Het is druk, laatste dag. Hoe is het voor u? Volgens mij is het trouwens de 40ste hoor. Maar het gaat goed, het gaat lekker. Als we zo luisteren naar uw accent, bent u niet van hier origineel, maar u bent op vakantie. Ik ben juist origineel van hier, toch? Maar goed, ik woon elders. Bent u liever Sinterklaas of Zwarte Piet? Zo, je opent uw hele tory met me. Kijk, in Nederland, ik ga je gewoon zeggen, ben ik vaker gearresteerd omdat ik tegen het Zwarte Pieten verhaal ben. Free Miss Kitty. Hé, hey, 100% is, hebben me inderdaad al 2 of 3 keer vastgezet. Jullie mogen het weten, inderdaad. Mama, sorry dat ik vast zit. Shit, ik ben er weer. Had beloofd dat ik niet meer naar binnen ging. Kijk hem nou de derde keer, sorry. Ik zou zeggen, ik ben liever Kitty. De moeder van mijn 2 kinderen. Die mijn kinderen cadeautjes geeft omdat ze goed presteren op school. Snap je wat ik bedoel? En het hele Sinterklaas en Zwarte Piet verhaal heeft zo'n nare nasmaak voor mij. Kijk, hier in Suriname is het inderdaad kinderdag. En ik ben blij dat het die benaming heeft. Maar Zwarte Piet, ik wil helemaal niks ervan horen. En als jullie thuis ook nog zoiets hebben van, hé, gewoon Zwarte Piet, er is niks mis mee. Kijk alsjeblieft Google, kijk waar het vandaan komt, want de slaventijd is voorbij. Wat doet Shanti op de beurs? Ik kom kijken wat ze hebben. En wat heb je allemaal gezien? Een heleboel. Zoals? Zoals. Make-up spullen heb ik daar gezien, dingen om te proeven, Hapco heb ik gezien. Oké, en je hebt dingen geproefd, dus je gaat nu gewoon heel eerlijk zijn. Wat was wel lekker en wat was niet lekker? Eerlijk. En 100% kan nooit alles gewoon lekker zijn, dus eerlijk. Oké, ik weet niet wat het heet, maar het was een soort sap, no? Met ginger en ananas. Dat was niet lekker. Bij welke stand?
Ik weet niet wat het heet, maar het is daar ergens in de buurt. We staan met de man himself vandaag. Big man, you know, deze mannen zie je niet zomaar. Bendo, what up? Ja, ego, hoe is het met jullie? Het gaat lekker, man. Ik zie het. Ik ben komen wandelen en ik ben komen kijken, die ondernemer, vrienden van me. Ben ze even komen steunen, power up. Oké. Nu daar we die zakelijke vragen hebben gehad. Bendo, wie zou je eerder zijn? De uitloper of de persoon voor wie er wordt uitgelopen? Boy, de uitloper of de persoon die er voor... Geen flauw idee. Ik denk dat u... Nee, het is niet waarop slaat dit. Ik, het is gewoon een vraag. Duidelijk. Moet je het even toelichten? Of wilt u me gewoon geen... voorbeeld. Of wilt u me gewoon geen antwoord geven? Nee, absoluut. Ik wil antwoord geven, want het is een nieuw iets voor me. Oké, check. Nu moet u een keuze maken om, zeg maar... om uit te lopen. Of u moet de keuze maken dat er voor u wordt uitgelopen. Toch? Ja. Als u nu ervoor kiest om, zeg maar, de uitloper te zijn... waarom kiest u daarvoor? In een context van... Nee. Wel in een relatie, want als je niet in een relatie bent, kan je niet uitlopen. Ik denk die andere, geen uitloper. De persoon van wie er wordt uitgelopen. Dus jij zou niet willen uitlopen? Nee. Ik ben niet zo. Het is niet mijn model. Bendo, het is niet zo'n model. Je ziet het. Dat is wie ik ben. Als die persoon wil uitlopen, is het zijn keuze. Als je voor me uitloopt, is het niet erg. Je doet jezelf, je doet mij niet. Is dat beter? You smart. You're not miserable. You loyal. Isabito. You grateful. Isabito. I appreciate that. Isabito. Go buy your mama a house. Isabito. Hoe heet je? Penelta. Geniet je van de beurs? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb popcorn gegeten. Je hebt wat? Popcorn gegeten. En was het lekker? Ja. Yo, Faka, dance is back at it, is dat toch? En ik sta hier zo met... Sarah! Oké, Sarah, wat doe je op de beurs? Ik werk voor Amazon International. En ik verkoop wijn en champagne. Als je wijn wil kopen, kan je naar de beurs komen. Maar wanneer je dit ziet, is de beurs sowieso al done. Dus... Jullie kunnen bij komen. Supermarket. Ga je daar zijn? Ja. Why the fuck you lying? Nee, ik ga niet daar zijn. Maar supermarket, slijterij van heeft de beste prijzen als het gaat om Jeanette en Pierre Marcel. Ja. Promo game is strong hoor. We gaan het lekker wegkotten. Dat weet je, ja? Jou, Faka. Ik ben hier zo met Emmanuel Sanfisi, de welbekende Faka. Ego. Is op tak mijn programma, dus ik voel me goed. Het gaat. Felion Sanfisi. Jullie zien het, het is kleine Sanfisi. Zo net hadden we de iets grotere Sanfisi. Hij heeft geschreeuwd in die mic van hier zo, maar we weten dat deze man het niet gaat doen, toch? Nee, dat niet. Ik zat de hele dag thuis vandaag. Ik heb niet echt veel gedaan. En ik dacht, hey, laat me even eruit, even ontspannen. Dan bel me in de voortje en dan zijn we hier gekomen. Niet weten dat we hier zouden ontmoeten. Alright. En dat is dus een punchline voor degene die het niet wist. Isato, accept gewoon, Isato. Nou, ik ben gewoon komen amuseren, zeg. Chillen en genieten van de sfeer hier op de beurs. Heb je een paar snacks gezien? Nee. Dat was niet de bedoeling. Je bent dus niet naar de kant gegaan waar ze eten verkopen? Maar ik heb me niet echt daarop gefocust. Ik vind dat de dingen die ze verkopen leuk zijn en de acties die er zijn leuk. Maar ik hoor een kleine maar. Ja, er is eigenlijk een grote. Is een beurs, dus ik zou wel echt meer attracties, meer happenings, weet je, meer dingen waarbij dat de beurs meer leven geeft dan alleen producten kopen. Maar natuurlijk moeten die mensen kopen, maar is ook goed als je goed voelt waar je koopt. Dus misschien meer attracties, ergens waar je weet van here it's happening, here or here, weet je. Waar ook de Surinaamse artiesten meer gehighlight kunnen worden. En ik denk dat hier zo ook daarmee eens zou zijn, want hier zo is een puur Surinaams product. Is dat toch? Dus weet je, dat zou ik wel willen zien tijdens de beurs. Maar voor de rest, leuk. Ik vind het ook nog leuk dat het een cultuur is gebleven binnen ons land, want heel veel dingen vervagen. Maar dat mensen nog steeds komen, dat het still happening en dat, weet je, het alleen maar beter kan worden. Oké. Nou maar even.
Nee, geen enkele even. Jouw vaka, wat staat hier zo met? Oké, hij heeft geen naam, dus dan gaan we gewoon verder. Wat staat hier zo met iemand die geen naam heeft? En vaka, wat zijn nu einde van de beurs? Hoe was vandaag voor jou? Oh, vrij rustig, gezellig gewoon. Check. Kijk, ik weet niet wat hij hier probeert te doen, een soort zachte stem, smooth boy soort van te spelen. Maar hij deed net gewoon druk hier zo en hij zat te gillen. Ik wenk jullie dat gewoon alvast. Oké, we gaan opnieuw beginnen. Wat doe je hier zo vandaag? Gewoon even een beetje komen kijken wat ze hier allemaal. Wow! Oké, ik zie dat een beetje. Ik zie dat een beetje averechts loopt. Maar kijk, pak nog een wijntje. En we hebben haar sowieso eerder gezien. Promo voor de shop maken en alles. Nee, dankjewel. Je pleisje, man. Het was niet voor jou, man. Oké, de eerste persoon van de avond die me een vraag wil stellen. Stel me maar een vraag. Diezelfde vraag die jij mij hebt gesteld. Zou je de uitloper willen zijn of de persoon voor wie er wordt uitgelopen? Ik zou de persoon zijn die de uitloper zou zeggen, je moet niet uitlopen. Ga naar de kerk, you know what it is. Live a holy life. Amen. Ik zou eerder de persoon zijn die voor wie er uitgelopen zou worden. Waarom? Wanneer het gaat om commitment, ben ik dan. Ik ben de type die moeite doet om zich te houden aan zijn woord. Als ik je zeg, we hebben een relatie, doe ik er alles aan om me alleen aan jou te houden. Ben jij in een relatie? Ja. Jij bent in een relatie? Oké, zou je liever de uitloper willen zijn of de persoon voor wie er wordt uitgelopen? Boy, als ik uitloper zeg, ga ik in problemen komen. Weet je wat? We gaan dit stukje eruit knippen. Nee, luister, je kan het laten. Als die persoon de uitloper is en je het niet weet, weeg minder zwaar dan als jij de uitloper bent en jij met dat schuldgevoel loopt. Dus je bent liever de persoon voor wie er wordt uitgelopen? Hey, als je zo zegt, klinkt dat vervelend. Waarom dat? Dat is een normale vraag. Oké, dan wil ik die vraag ook aan jou stellen. Nadat je antwoord hebt gegeven. Wat heb je allemaal geleerd uit 2018? Boy, ik moet echt nadenken. Belangrijkste life lesson, maar qua wat? Gewoon alles. Belangrijkste life lessons van 2018. Ik weet echt niet, boy. Dan moet ik goed nadenken. Wait. Je zegt, je bent die guy van commitment. Yes. Oké. Angri ekiri wreed. Maar je weet soms, dat je nyang, dan laat je vlees tot één. Nee, ik eet mijn vlees. Daartussen. Boy, vieronk! Like, ik eet een deel. Een deel van mijn rijst en daarna het vlees. You know what the man that? Ja, dat bedoel ik. Oké, wacht even. Eenmaal we dat hebben. Stel als je drinken zet. Zet je eerst je drinken en dan je ijs? Of eerst je ijs en dan je drinken? Natuurlijk eerst drinken en daarna ijs. Oké. Die... Hier zo brengt zelf mensen die zeg maar een beetje ver van elkaar zijn, brengen we gewoon bij elkaar. En ik ga je gewoon eerlijk zeggen, ik weet niet eens wat ik wil vragen of wat ik wil weten. Maar ik wil gewoon even een moment nemen om samen te staan met mijn pierboorzoe en hier zo lid. Je zegt altijd, want we zijn lid. We kunnen gewoon even 1 minuut hier zo staan gewoon. En check, pak die mic ook staan met ons. Om even gewoon duidelijk te zijn. Dit zijn dus, zeg maar, exen van elkaar. Want er zijn natuurlijk mensen die... We zijn echt exen van elkaar. In de zin van, we waren met elkaar en we zijn
goed eruit. Dus laat dat duidelijk zijn. Thanks, thanks. Ja. Ik denk dat het super duidelijk is. Gewoon. Ik denk dat gezegd, dat is het super duidelijk. Maar wat ik wil weten is, zeg maar, als jullie elkaar als ex zeg maar, een boodschap moeten geven, wat zouden jullie elkaar als boodschap geven? Eigenlijk wil ik deze apart doen. Dus ik ga even apart met haar weg. En dan kom ik terug en dan ga ik apart met zijn visie weg. Hij heeft net gezegd, ze zijn goed uit elkaar. Wat voor boodschap hebben ze voor andere exen die... Niet goed uit elkaar. Juist. Met goed uit elkaar bedoel ik, like, niet dat we gezond uit elkaar zijn. Uit elkaar bedoel ik, like, niet dat we gezond uit elkaar zijn. Wat is dat? Uit elkaar bedoel ik, like, niet dat we gezond uit elkaar zijn. Wat? Oké, dit is sowieso. Ik ben blij dat dit gewoon op beeld is. Want als ik jullie dit zou vertellen, zouden jullie me niet geloven. Maar we gaan terug naar je favoriete ex. Wat is een boodschap die jij hebt voor je ex? Een boodschap om ex? Ja, een boodschap voor je ex. Of was ik niet duidelijk? Carry on. Hij mag niet zien. Ik weet niet, boy. Ik weet niet wat ik hem wil zeggen. Ik denk niet eens meer aan hem, dus het is moeilijk. Nee, we gaan dat niet doen. Je gaat gewoon een je kent hem, je weet hoe hij leeft, je weet wat jullie hebben meegemaakt. Jij moet nu een boodschap geven aan je ex. Ik wens hem heel veel succes toe met zijn carrière. En hij heeft hele grote dromen. Dus ik hoop vanuit het diepste van mij dat ze allemaal uitkomen. En ja, dat hij leert uit zijn fouten, zoals ik dat ook heb gedaan. En een beter mens kan zijn. En als ex wil ik zeggen dat hij dan een betere partner zal zijn voor zijn toekomstige. Okay. Namens Sanfise wil ik jou bedanken. Zo, we hebben zo net een antwoord gehad van de ex. Ja, de ex. En wat is uw antwoord? Je hebt de vraag gehoord, het was duidelijk. Met haar had ik wel nooit echt een probleem. Over het algemeen hadden we niet echt een probleem met communiceren. Like, we waren wel, tot zover ik dacht, hadden we wel een bepaalde zekere mate van open communicatie. Dus we waren uit elkaar en het was dus goed. Totdat ze een bericht had gepost, is viraal is gegaan, waarmee ik niet helemaal eens was en anders is overgekomen bij de fans. En dat heeft me sowieso pijn gedaan. Hey. Oh, hi. Mijn boodschap voor haar is dat ik weet voor mezelf dat de tijd dat we met elkaar hebben gehad, dat ik tot alles dat ik van liefde wist, heb ik dus aan haar proberen te geven. Met al de gebreken die ermee kwamen, maar ik heb wel alles dat ik kon gegeven. Het is niet gelukt en ik hoop voor haar dat ze gewoon echt genuinely, dit is niet die normale ex die zegt, hey, laat alles goed gaan met in de hoofd. Ik hoop dat ze, nee, maar ik meen het echt, because ik wil wel dat ze het goed maakt. Dat ze succesvol is in alles dat ze voor kiest om te doen. Dat ze mag groeien naar de vrouw die ze geboren is om te zijn. En toen ik haar kende, wist ik dat zij dat ze de potentie heeft om een heel geweldige vrouw te zijn. En ik hoop dat het zover komt. En dat wanneer de tijd ook komt, wanneer ze daar is geheeld is, helemaal is wie zij vindt dat ze moet zijn. Dat ze ook de juiste partner heeft die haar leven beter zal maken. Ik hoop dat ze goede kinderen heeft die haar kunnen gehoorzamen. En ik hoop dat haar mooier mag worden. Oh, ik was heel... Ik weet niet. Ik raakte heel sad als mensen slecht over me spraken en al dat soort shit. Want er is 18 jaar geleden, you shouldn't give a fuck about what anyone says. Je moet gewoon jezelf zijn. Dat is het beste. Als je moest kiezen om zeg maar de uitloper te zijn, uh-huh, of iemand die voor wie er wordt uitgelopen, welke zou je zijn? Uh-huh. Iemand die uitloopt. En waarom? Hij moet het zelf beantwoorden. Dus ik kan niet precies zeggen. Dus je ziet dat het lid is. De boy lid, de boy drinken was aan, de boy in rock, de jongens hebben rokken aan. Nee, kijk, dat niet. Maar Suma naar jou? Arjan. Romario. No, Mario. Oké, okay. Amaya Romario, Amaya no Mario. Oké, okay? Dat check. Oh, accident, mama Toussaint. Laat me sowieso alvast beginnen. Wat is dit precies en waarom dit? Oké,
dit is eigenlijk een promo. Toch? Einde van de beurs promo. Het is een succesvol geweest. Dit is eigenlijk de dames disguise. Dus we werden we gewoon doen en we promoten Bamboo. Bamboo Lounge, de lekkerste cocktails. Met zonder alcohol. Je zegt het maar. Stel, je moet antwoord geven. Oké. Je bent in een relatie. Uh-huh. Ben je in een relatie? Jawel. We zijn allemaal in één relatie. Ja. Een werkrelatie? Ja, werkrelatie. Of is dat een cocktailrelatie? No, relatie. Een relatie. Relatie iedereen? Maar relatie. Ben je liever de uitloper of de persoon voor wie er wordt uitgelopen? Dus zo. Liever. Be bamboo nice. Wat voor rare vraag is dat? Het is geen rare vraag, het is een normale vraag. Ik ben liever de slachtoffer, wat uitlopen betreft. Want ik ben altijd eerlijk, Isabito. Liever loop jij uit, want ik vertrouw mezelf. Ik ben altijd eerlijk. Dat is hem. Precies. Hé, ik vind het echt... No, precies. Dat ben je vriendin. Uitloper of iemand... Mama, antwoord was niet goed. Wat en waarom? Je weet voor welke je gaat kiezen en waarom je daarvoor kiest. Simpel! Geen van beide. Geen van beide is een leuke ervaring, dus. Ja. Hey, weet je wat? Je gaat niet moeilijk doen. Nee, zo gewoon voor dingen. Voor geen van beide kiezen en dan laten we het gewoon daarbij. Ja? Hey, Sean, big up you. Ga je nog wat verder mee? Oké, persoonlijk. Ik weet niet. Uitlopen. Mensen vinden uitlopen like, echt like a bad thing of zo. Maar voor mij, ik ben niet... Is het normaal? Het is niet normaal, maar... Als je voor me uitloopt en je bent gewoon eerlijk erover. Als je me gewoon eerlijk kan zeggen van, hey, ik heb dit gedaan. Kan ik je wel vergeven voor je fout. Maar als je voor me blijft liegen, dat is like something else. Dus... Oké, dus jij wil zeggen, als jouw vriend... Vanavond thuis. Hey, luister. Als jouw vriend vanavond thuis komt. Ik zeg wel een shit boy. En hij zegt. Nee, wacht. We laten dat niet naar je hoofd gaan, toch? Wat zeg je? Als men negatieve dingen zegt, laat je het gewoon, toch? Ja, eigenlijk wel. Dus als zeg men domme dingen, in is bang. Dus mensen, kom met je domme dingen gewoon over. Ik ben echt boy. Hé, hey, jullie moeten mijn hele scene eruit halen. Ik ga weer werken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik heb nog geen antwoord van je gehad. Oké, een beetje rustig, dames. Een beetje rustig. Jullie mogen zo meteen lawaai maken. Oké, jou Faka. We zijn hier zo, Isato. En we zijn met... De Amazon Agencies! Oké, ik weet niet of jullie dat hebben gehoord. Ik wil zeg maar 4 van jullie voorop hebben om te praten. Welke 4 gaan praten? Bespreken jullie dat even? Ik zei, als je vriend thuis komt en hij zegt je, hey babe, ik heb voor je uitgelopen, dit is dat zo, bla bla bla. Maar let's pass it, is dat toch? Dan ben je gewoon cool. Nou, dat niet. Je hebt net gezegd, je bent cooler mee als ik eerlijk ben. Als hij eerlijk is. Ja, maar ik kan je vergeven even. Maar ik ga ook kijken, like, hoe zit je precies? Like, wil je uitlopen? Like, heb je gewoon een kleine fout gemaakt? Of ben je echt nog niet ready voor een serieuze relatie? Kunnen we erover praten en kijken hoe we verder gaan. Okay, dus... Maar als je bijvoorbeeld voor me uitloopt. Als je voor me uitloopt en je zegt me niet, dan laat je die keus niet aan mij over. Oké, dus aan Sarah, de toekomstige vriend. Mocht je willen uitlopen, doe het, maar meld er. Nee. Ja? Ik wil weten wat jullie in 2018 geleerd hebben. Nou, ik weet niet wat ik moet zeggen. Hoi. Ja, je moet... dat is toch een goede vraag. Wacht even, laat me even nadenken, een seconde. Ja, dus wat je... je moet je vrienden, moet je beter... ik weet niet, beter selecteren. Want dat is 1. Want je kan niet zomaar bevriend raken met iedereen, want dit is double face. Dat je geen rekening moet houden met andermans gevoelens, anders ga jij eraan lijden. Ja. Oké. Diep, en jij? Ik heb geleerd hoe je met klanten om moet gaan. Ik heb bijna het hele jaar door met mensen gewerkt. Dus dat heb ik echt geleerd. Ik heb iets heel belangrijk geleerd. En dat is?
always be kind. Je weet nooit wat iemand meemaakt. Stel je voor, je moest kiezen om zeg maar een uitloper te zijn. Of de persoon voor wie er wordt uitgelopen. Welke zouden jullie kiezen? Je moest kiezen om een uitloper te zijn. Of degene voor wie er wordt uitgelopen. Welke zouden jullie zijn? Ik zou degene zijn voor dus wie wordt uitgelopen. Want ik vind als je goed leeft, komt het wel terug. Als jij slecht gaat leven, gaat het terugkomen. Je karma gaat komen. Dus liever ben ik degene voor wie wordt uitgelopen dan ik degene ben die uitloopt. Yep. Wat ze zeggen, want wat je zei, zal je oosten. Ja. Oké. Ik sluit me aan bij hun. No. Dat gaan we niet doen. Nee, dat is het. Ik kies ook liever daarvoor. Iemand voor wie er wordt uitgelopen. En waarom? Omdat... ja, wat ik het al heb meegemaakt. En ik weet hoe ik erom moet... En je vond het leuk? Nee, tuurlijk niet. Hoe wil je het weer zijn omdat je het al hebt meegemaakt? Omdat als ik een uitloper ben, weet je, wil dat zeggen dat ik niet loyal ben. Snap je? En we zeggen dat niet alleen omdat we voor de camera staan, toch? Oh, nee. Nee. Wel, ik kies ervoor. Eigenlijk hetzelfde wat ze zeiden, maar anders. Het universum regent met je af. En ik geloof er best in. Degene die uitloopt, zal zijn pai krijgen, om zo te zeggen. Ik heb mijn antwoord gegeven. De persoon van wie er wordt uitgelopen. Nee, je moet het niet zo zeggen. En nu vraag ik jou. Nee, is dat het? Ja. Dat is het. En wat zeg jij? Hetzelfde. Zo, dat was het voor dit interviewtje. Ik wil jullie... Nee, boy. Jij moet het niet beantwoorden. Oké, ik zou ook de persoon liever zijn van wie er wordt uitgelopen. Omdat ik all about positivity ben. Loop niet uit. Je weet toch. Leef als deze dames. Ben liever Zwarte Piet. Geen Sinterklaas. Because Black Lives Matter. You know what it is. Dat is echt een moeilijke vraag. Om eerlijk te zijn. Ik denk uitloper hoor. En waarom? Omdat ik niet... Ja, het is moeilijk om voor iemand te kiezen die voor me gaat uitlopen. Oké, dat is één ander antwoord. Ik wil wel weten waarom je die vraag stelt. Oh, maar ik wil je antwoord wel weten. Nee, er moet wel een reden zijn waarom je die vraag stelt. Waarom ik die vraag stel? Wat ik je antwoord wil. Wat zou jij kiezen? Ik stel de vragen hier zo. Dat gaan we niet doen. Oké, maar zeg maar, ik zou ervoor kiezen om de persoon te zijn voor wie er wordt uitgelopen. Nee, maar... En waarom niet? Waarom zou je dat willen zijn? Omdat ik het aan kan, denk ik. Je hebt geen idee. Oké, daar heb ik het idee niet. Dan wanneer ik het, weet je toch, wanneer het zover is, mocht het zover komen, dan weet ik. Maar ik denk wel dat ik het aan kan. En ik zou iemand dat gewoon niet aan willen doen, zeg maar. Om voor die persoon uit te lopen. Ja, dat is waar. Heren, ik heb nog een laatste boodschap voor jullie. Oroyari hebben jullie gezegd dat jullie losgaan. Is Bamboe al geweest bij dresscode voor die Oroyari pack? Nee, ze hebben ons niet uitgenodigd. Maar dit jaar gaan we extra naar man. Uninvited. We bosco in een party gewoon. Nee, kijk. We gaan het gewoon kort en bondig doen. Dresscode is als het ware al een trend. Isabito, je kan het niet missen. Je kan het gewoon niet missen. Oroyari heb je share nodig van dresscode. Dus we gaan hem zeker halen. 100%. Dresscode Bamboe Lounge Cocktails is letterlijk gewoon Bamboe Nice aan heer 31 december. Je hoort het van de Bamboe jongens zelf, hé heren. Ik wil jullie bedanken. En Milop den Tutu. Yes. Het beste is om niet bitter te zijn, want bitterheid is niet goed voor jezelf, niet goed voor je ziel. En kies voor liefde. Kies altijd ervoor om in liefde te... handelen, te praten en in positiviteit. Dus ik heb uit mijn fouten geleerd. Dus ik wil dan dat meegeven. Ja. Je mag nog een boodschap geven. Een boodschap. Kies geen van beide. Ja, kies geen van beide. Dus dat zou mijn boodschap moeten zijn, no? Jouw levensmotto te zijn. Ja, sowieso. Niks moet, alles is een keuze. Dus, sap zei je in alibi. Niks moet, alles mag. Dit is de doopste... Wacht even, nog één keer.
Ik zou zeggen dat dit het doofste programma is die ik tot nu toe gezien heb. Dus een big shout-out naar hier zo, want hier is waar je moet zijn. En hier zo is the place to be. Miss Kitty, op je netvlies. Hey, ben je het eens met haar? Drop gewoon SO naar Miss Kitty in de comments. You know what it is. Prrr. Ja, ik wil de mensen alvast een gezellige feestmaand toewensen voor degenen die gaan feesten. Voor de mensen die moeten werken, zoals ik. Keep smiling. Ik smile ook. De enigste boodschap dat ik heb voor de kijkers is: ga naar YouTube, druk hier zo en je subscribe gewoon. Je gaat op Instagram, je gaat op Facebook en je ziet die jongens. Check die dingen, check alle interviews, check alle gesprekken. Hier zo is de bom, de culture. Boom! Isa toch, Emmanuel heeft het gezegd, dus zo is het. Ga het gewoon doen, nu meteen. Zet die video op pauze en go zet as aan. Isa toch, we gaan verder. Hoi, sluiten jullie het jaar goed af? Nog wat drinkdrongen zomaar, weet je, gekke dingen doen. En ja, gaat 2019 goed naar binnen, één geluk. Ja, dat is het. Je hoort het, gaat 2019 goed naar binnen. Nog iets van deze dame? Ah, nee, nee. Now watch me whip, watch me. Nee, nee. Now watch me whip, watch me. Nee, nee. En ik wil dan van u, zeg maar, we gaan dat afsluiten. En ik wil, zeg maar, een boodschap van u hebben voor de kijkers. Nou, alle Surinamers, ingezetenen, alle bezoekers, gasten. Alvast zalig uiteinde, fijne feestdagen en wees voorzichtig, vooral in het verkeer. Ja. Ik ben Sharona, dit is Des. En shout-out naar hier zo. Checken jullie het allemaal op YouTube. Ja. Juist, je hoort het. Check ons allemaal op YouTube. Ze heeft haar vriendin niet laten praten, maar is niet erg. Wie in het? Ze zegt, is goed. Dames, ik wil jullie bedanken. Dat is het. Peace. Hey, we out. Isato, flex. Flex City. What is that? What is that? Ik moet het maken nu, want ik ben veel te droog. Dat gaat ook nu, voor alle nee, maar toch ga voor me. Eigen money aan mijn eigen dood. Ga voor me, eigen money aan mijn eigen brood.